zoals iedereen weet, ben ik altijd een betere visser als een acteur. Maar ik moet toch mijn producten ook aan de man brengen. Over mijn boys, valt weinig te vertellen. Bij mij is dat een, misschien wel grof dat ik dat zeg, maar een van de beste boys op de wereld. Omdat ik zie wat iedereen daarop vangt en wat ik daar zelf op vang. Het is gewoon een super aas. Er zit meer dan 40 jaar ervaring in. Ik weet wel, ik heb altijd op keiharde water geweest, met Kempiskanaal, Verbindingskanaal. Heel 28 jaar op openbare water bezig geweest en altijd met aas bezig geweest, dat kleinste van. Dus hier moet ik dan niet over vertellen. Ik weet wel wat goed en slecht is in een bolly. Natuurlijk heb ik ook andere producten, zoals like pop-ups. En heel veel mensen houden daarvan. Ik heb verschillende pop-ups. Ik heb de gewone smaken, zoals like de Red Devil Squid. Dat zijn de gewone rode kleuren van mijn bollies. Red Angel. Al die smaken kunnen in gewoon pop-up. Maar ik heb ook vanaf deze jaar dus fluo. En bij mij de best vangende en de best vangende kleuren is wit, geel, oranje. En natuurlijk, mijn favoriet is de weer purperen. Dat is de Bobber Roos. Dat is mijn favoriet. Natuurlijk, als testvissers die vissen heel veel met die mango. De Devil Mango, die zijn er helemaal zot van. Maar ik weet uit ervaring dat dat de beste vangende kleuren zijn. Ik heb ook met visbiologen geklapt. En die beweren bij mij, die hebben testen gedaan, dat rood en wit eigenlijk de beste kleur is voor de vissen. Dat elke vis, zowel in zoetwater als in zoutwater, heel gek is van rood en wit. Het zijn dus bij mij de best vangende pop-ups. Natuurlijk, voor mijn pop-up te vissen, heb je natuurlijk een goede rig nodig. En ik weet, over rigs wordt veel verteld, maar dat wordt ook veel lari over verteld. Bij mij is de best vangende rig de simpelste rig die er bestaat. Ik heb twee rigs, de Biffig rig 1 en de 2. En dat zijn bij mij rigs die overal vangen. Op elk water waar ik vis, overal waar ik kom, pop-up, geen pop-up, bodemmaas. Ik vang er overal vis mee. Ik maak er allemaal zo geen trammelanden. En het gaat meer om vertrouwen. Dit is de Big Fish rig 1. Dat is een rig, dat is de combi rig. Kan die hier laten zien. Waar ik altijd mee vis. 90% van mijn vissen vang ik op deze rig. Zelfs op pop-ups. Dus als ik pop-ups, normaal kan het eerlijk zijn. 90% van mijn vissen vang ik eigenlijk op gewoon een 20 mm bodemaas. Waarom vis ik zo? Omdat er heel weinig mensen dat eigenlijk doen. Iedereen voert wel met 20 mm, maar niemand vist het praktisch mee. Er zitten allemaal mee van die stoomriggers te vissen, like shotriggers en al die circ met pop-ups. Ik hou daar niet van. Als ik toch pop-ups heb, ik drie verschillende. Meestal pak ik dan deze. Dat is gewoon een bolly half doorgesneden met een half pop-up. Dat werkt heel goed. Af en toe, als het een beetje moeilijker gaat, zet ik deze rig in. En het is heel raar. Van tijd op sessies begin ik gewoon met 20 mm bollies te vissen. En dat werkt heel goed. Maar na een dag of 3-4 kan dat goed zijn dat dat stilvalt. En als je dan even zo gaat vissen, kan dat weer goed een vangst gaan opkrikken. Dus deze is de pop-up waar ik mee vis. Een andere pop-up die ik veel gebruik, is gewoon een 20 mm bollie een beetje uitgehaald en daar een 10 mm pop-up ingewerkt. Die is dan ook weer een beetje lichter. En heel rap uitzoekbaar voor de vis. Nog een ander pop-up is natuurlijk de bekendste, de snowmerrig. Snowmanneke. Ook werkt heel goed. Dus dit zijn eigenlijk mijn drie favoriete pop-up rigs. En ik vis zelden met andere rigs. Alleen dan bodemaas. En dat werkt overal. Voilà, zijn wel een bak. Niet normaal. Topvis van de Secret Garden. Dan noemen ze dat hier de Secret Garden. Hè. Wat een chique vissen dat hier rondzwemmen. Allemaal dikke vissen. De Secret Key was hier wel de sleutel. Tot succes. Wanneer in de winter. Wauw. Super blij. Mijn eerste 50er van het jaar. Februari wintervis. Wauw. Super. Nog een aantal producten. Andere producten die ik heb. Zijn de hardhook baits. Dit is een geweldig product. Dat is een potje bollies. Zitten ze wel 10 mm in als 20ers. Zit ook
een flesje bij met aroma. Om dezelfde smaken als de bollies. We kunnen erover kappen omdat natuurlijk deze bollies heel hard uitgedroogd zijn. Omdat ze keihard moeten zijn, blijft de aroma een beetje in de bollies zitten. En daarmee een flesje erbij dat je dat aroma er kunt opkappen naar wat je wilt. De hardhoekbits zijn ideaal, ze zijn keihard voor natuurlijk dat je last hebt van kreeften of kleine meervalletjes. Het is een mooi bijproduct. Persoonlijk vind ik dat je altijd zo'n potje, als je daar in een viszak zit, dat is altijd gemakkelijk. Als je last hebt van ongewenste beestjes, is dat natuurlijk goed. Hè? Een ander product wat ik vind, ik heb dat nogal eens gezegd, dat zijn de devilbags. Ik houd dat voor die PVA zakjes zitten te maken. Ik doe dat negeren, ik vis liever. Maar het is ook zo, het is wel een gemakkelijk product. Als je dat altijd in die netjes moet zitten steken, dat prullenwerken, als de handen nat zijn of als stijger, nu is dat gemakkelijk. De zakjes die kunnen sluiten, er zitten 20 van die netjes in. Het is heel gemakkelijk, vooral, ik vind het heel gemakkelijk, ik heb dit altijd bij de hand. Als ik aan vissen ben, heb ik altijd een extra hengel bij. Ik heb dat altijd bij en die heb ik speciaal gemaakt voor in te gooien. Want als ik activiteit zie van vis, ik zie een vis springen of ik zie een vis blazen, is het heel rap. Ik pak het gewoon erin. Ik pak nu deze. Je haakt gewoon dat PVA zakje eraan. Voilà. En je smijt niet in de war. Je ligt altijd perfect en je hebt een enorme attractie bij je haakkaas. Ik ga het even laten zien hoe rap dat al oplost. Je ziet, het zinkt een beetje voor een wierootje, dat is ook ideaal. En je ziet hoe rap dat begint gaan te werken. Mooi product, wat je eigenlijk ook altijd met bij me, wat gemakkelijk is. Ja jongens, dat is de baitbooster. Ik ga dat in het water kappen. En je gaat zien dat dat direct naar de bodem zakt. Dus wat ga je krijgen? Als er een vis op de stek komt azen, je ziet dat plakt tegen de bodem en langzaam gaat dat zijn eigen verspreiden in het water, dat de vis natuurlijk enorm gaat triggeren. Nu ga ik de feed oil laten kijken en dan ga je zien dat dit direct een wolk in het water gaat geven. Kijk, het verschil. Dus twee aparte producten die enorm werken. Hè. Onze mannen, ik ben hier bezig met wat bollies te grunchen. Dat is dus goed werk als het gedaan is. Hè. Oh, wel belangrijk. Vooral voor het opstarten in Frankrijk doe ik dat heel veel, de eerste dagen. Dus wat doe ik? Ik doe wat bollies, crunchy wat. Ook een product dat heel veel verkocht wordt en waar heel veel mensen gek van zijn, is de stickmix. Dus eigenlijk is dat voor een beetje het werk te besparen, dat je niet te veel bollies. Dus ik doe wat bollies kapot, ik doe dat voor dat, het grofferen van de bollies erin te krijgen en de stickmix. Dat is een all-round mix, die kunnen op al mijn smaken gebruiken. Dus je mengt dat een beetje. En wat ik dan natuurlijk doe, is een heel klein beetje, zoals ik al zeg, niet overdrijven. Een klein beetje baitbooster erop. Je schudt ons mee, de verspreiding een beetje. Zie. En natuurlijk als je wilt, moet je dan willen voor het dan die attractie op de bodem te hebben en voor meer in het water te verspreiden een beetje van die liquid feed oil. Dat stinkt gemalig. Volassen, dat is meer dan genoeg, want ik zie in die vuilfilmpjes allemaal iedereen dat maar opkappen en maar opkappen. Maar dat verkapt goed, hè? Dan is de busrap leeg. Dat is niet nodig, je kunt beter op vis vangen. Heel belangrijk, gebruik een klein beetje water. Ik gebruik geen kruintjes water, pak gewoon water uit de vijver. Dus, je doet er een klein beetje water op. Waarom doe ik dat? Dat water, dat doe ik, gebruik ik. Hè. Alles gaat heel veel van die fijn deeltjes in de lucht blijven hangen. Ik wil dat de stickmix en mijn bollies dat op de bodem blijft liggen. Dat dat niet
ga verspillen in het water en ga wegdrijven. Ik wil dat dat bij mijn haakkaas blijft liggen. Daarmee gebruik ik wat water. Je mengt dat goed. Dat doe ik eerder. Maar omdat ik weet in Frankrijk de eerste 2-3 dagen werkt dat heel goed. Allee, dat werkt altijd goed, maar ik bedoel, maar ik doe dat de eerste 2-3 dagen voor enorm veel vis op de stek te lokken. En dan bouw ik dat af. Omdat ik natuurlijk op les dat puur alleen met bolletjes wil vissen. Omdat ik natuurlijk iemand ben die het liefst de grotere vissen gaan vangen. Je ziet, dat is mooi, dat plekt een beetje. En zo zinkt dat mooi op de bodem en blijft dat niet allemaal in het water drijven. Want natuurlijk, je moet niet met een zichtrig vissen, hè. Je vis op de bodem. Hè. Het is weer een heel mooi product. Dat enorm werkt. Een ander kindje van mij, dat zijn natuurlijk de sticks. Dat zijn eigenlijk pellets die oplossen in het water. Het voordeel hiervan is, als je met een vispellet vist, dat dat eigenlijk echt oplost. Dat doen de sticks niks. De sticks blijven eigenlijk een massa. Die blijven een uur of 4 nog lang de watertemperatuur heel, maar ze verspreiden zich niet in het water. Ze blijven echt een massa. Het blijft deeg. Dat de vis het ook nog kan vinden, maar ook nog kan opeten. Dus het is geen verspilling, want dat je met, sticks met pellets voert, bijna een verspilling, maar dat is direct opgelost en het is weg. Daar heb je dan niks mee met de sticks. Je kunt al deze sticks krijgen in mijn smaken, per 5 of per 20 kilo zakken. Dus redelijk betaalbaar. En ook weer heel goed voor in Frankrijk of voor Panderwouder, voor direct heel veel vis op een stek te krijgen. Voor heel rap actie te krijgen. Natuurlijk bouw ik dat ook op lessen ook weer af. Maar het is een heel mooi product. Je kunt ook die stikjes dat je wilt aan de haak vissen. Je kunt mee een rechtje bij aan de bolly doen. Zo ga je altijd stikjes bij aan de haak hangen. Het is mooi. Je doet een schepje bij in de voerboot. Of zo wat je wilt. Je kunt dat ook natuurlijk hitten in de stikmix gebruiken. Een beetje stiks dat altijd bij kan gek wat. Het is een mooi product. En veel mensen houden ervan.